Willards is gewoon heel iets apart. Hij kwam van amateurs, speelde heel laag. Het was vierde klasse, moet je nagaan. En hij deed dingen dat je denkt van dat kan helemaal niet. Willards, ja, het is onvoorstelbaar zoals die goals maakt hoor. Soms lijkt het wel of iemand anders dat geweest is, zeg maar. Oh, jongens. Dat is eigenlijk, ja, als je het later kijkt, gewoon een soort sprookje. Ja, ja, zijn 25e treffer van dit seizoen. De ESPN-doc Erik Willards. Sprookjes bestaan wel. Woensdag 29 maart op ESPN. Hoe lang nog? Hoeveel jaar ga je het nog doen? Laatste jaar. Laatste jaar? Gaat kampioen worden. Oh. Gaat het nu hoor.